Quincy Menig, wat weet jij nog van de vorige keer dat PEC Zwolle hier tegen Heerenveen speelde? Wat ik daarvan weet, is de ene laatste wedstrijd van het seizoen. En toen begon ik ook op de bank. Of tenminste, ik weet niet of ik op de bank begin, maar in ieder geval toen. Je was gepasseerd. Gepasseerd, ja. Hij zei dat ik, Ron Jans zei, dat vond dat ik bezig was met een transfer en niet met mijn kop erbij was. Dus ik speelde niet. Maar ja, ik werd vroeg ingebracht na een kwartier, 20 minuutjes. En ik scoorde de 2-1 of de 2-0. En toen was de wedstrijd op slot met 10 man. Dus. Het was een bevrijdende treffer voor PEC Zwolle, want het betekende behoud in de Eredivisie. Zeker, zeker. Het was een mooie dag. Het was een goed gevoel. En ook voor de band met mij en Ron Jans. Dat het zo is gegaan is alleen maar mooi. Omdat we daardoor nog dichter bij elkaar. Dat ik niet met een vervelend gevoel hier weg ben gegaan, zeg maar, bij hem. Want neem mij nog eens mee naar dat moment. Want jij scoorde en ik kwam er toen iets los dan tussen jou en Ron Jans daarna? Nee, niet zozeer, maar het was gewoon van. We hadden niet echt. We stonden niet op dezelfde pagina. En hij vond dit, maar ik was helemaal niet bezig op dat moment met een transfer. En het was ook zo dat het in de media kwam voordat het tegen mij werd verteld. Maar ook achteraf was dat niet. Zei hij ook dat hij dat niet helemaal zo had verteld. Dus het is maar zo. Door de media gebracht. Maar achteraf is allemaal, alles is op zijn plek gevallen. Ik ben blij dat het zo gelopen is. En ik hoop dat we morgen gewoon weer met 2-0 kunnen winnen.